Het Safe City-project heeft als doel de algehele veiligheid in Suriname duurzaam op peil te houden. Fase 1 van dit project is reeds achter de rug en fase 2 verloopt goed. Coördinator e-government Carlito Hewaki geeft een update van dit voor Suriname zeer belangrijk project. Meneer Hewaki, we hebben fase 1 van het Safe City project gehad. Momenteel is men bezig met fase 2. In welk stadium bevindt fase 2 zich? Ja, fase 2, zoals u ziet op de achtergrond, op 1 paal na staan zo goed als allemaal er. Het gaat om 20 in Wanica, 2 in Albina, om en rond Albina en 3 komen op de nieuwe haven te staan. Zoals ik al zei, de fundaties staan er, de masten staan er. Wat nu bezig is, nu zijn EBS bezig samen met de mensen van Telesuur en MES om nog de camera's te installeren, de stroomaansluitingen en de fiberaansluitingen. Als dat alles rond is, de streefdatum is 25 november, uiterlijk 25 november, dat in totaal de 25 masten dat ook weer operationeel zijn en aangesloten worden op de command center. Suriname heeft onlangs een award ontvangen. Wat kunt u ons daarover vertellen? Directoraat Nationale Veiligheid heeft de Skills of the Future Award gewonnen. Laatst bij de eerst gehouden Safe City Conferentie. Waar 700 steden uit 100 landen aan hebben meegedaan. Suriname met haar 100 locaties in Paramaribo was goed voor die award. En totaal hebben we ook meer meegedaan, eigenlijk meegedenkt aan voor Excellence Award. Maar daarvoor komen we, als alles goed is, volgend jaar weer in aanmerking. Als wij ook met deze 25, dus in totaal 125 locaties, als wij dus zouden nog aan één ding maar moeten voldoen, en dat is het promoten naar de samenleving, waarbij we daar ook demofilms hebben voor om daar te kunnen presenteren, dan kunnen wij volgend jaar weer in de prijzen vallen. Het is een pluimpje voor Suriname nogmaals, om tussen de 100 landen, 700 steden, waarbij je meedenkt tussen steden als Londen, Servië, Belgrado heeft het Excellence Award gewonnen. Dus om tussen al dit soort landen mee te kunnen doen en toch in de prijzen te vallen. Dus bij deze feliciteer ik natuurlijk ons land ook. Het gaat om in 9 maanden tijd hebben wij als land, als de korpsen bij elkaar, hebben 175 cases kunnen oplossen. Het zal nu wat meer zijn, want we zijn nu weer 2 maanden verder. Maar het is dus een pluimpje. En het eind van het jaar is het dan misschien ook goed om te zien. Ik hoop het natuurlijk ook dat Safe City heeft bijgedragen aan ook het verminderen van de criminaliteit in Paramaribo. En vandaar dat het dus van belang is dat wij nu Wanica aandoen en dat we nu ook dus vergevorderd zijn voor wat betreft een derde fase om verder uit te breiden het hele land door, om daar ook te kunnen helpen bij het bestrijden van, maar ook preventief, dit systeem kan ook preventief helpen voor als het gaat om de criminaliteit. U haalt aan dat jullie zover zijn om fase 3 te starten met fase 3. Wat zal fase 3 inhouden? Fase 3 houdt in het verder uitbreiden van Paramaribo en daarbij dan ook gaan naar de verschillende Paramaribo en Wanica uitbreiden en dan gaan naar de overige districten. Voornamelijk de kustdistricten waar je dus stroom hebt en fiber. En toch wel een paar locaties in Para en als ik me niet vergis ook 1 of 2 in Brokopondo. Waarbij ik dus weer kan aangeven dat het dan op nog weer 100 strategische locaties landelijk gaat. We hebben fase 1 gehad en daarbij ook een command center. Nu hebben we fase 2. U sprak daarnet over fase 3. Betekent dat we nog een command center zullen hebben? Nee, de command center is zodanig uitgevoerd dat hij in principe
Zo'n type comment center wordt in de wereld gebruikt voor veel grotere steden met miljoenen mensen als in Suriname. Dus we zouden geheel Suriname kunnen aansluiten op de huidige comment center. Waar we wel voor uitbreiding zullen moeten zorgen is in de datacenter voor opslag van de beelden. Maar dat is ook meegenomen in de designs, zodat als de 25 masten erbij komen, als de 100 weer erbij komen in de toekomst, dat we gewoon ook de uitbreiding plegen in de datacenters voor het